In Brabant worden veel projecten betaald met Europees subsidiegeld. De komende weken onder ons 6 van die projecten die Europese subsidie hebben gekregen. Van bijvoorbeeld de Philips Fruittuin in Eindhoven tot het Voetveer bij Ravenstein. En daar beginnen we vandaag mee in een bijdrage van Benno Rozen. Nou, hier zit je heel veel campinggasten. Die zitten hier rondom op de camping en die komen een eindje fietsen. Je hebt er ook bij, die komen met de auto, met de fiets achterop. En dan gaan ze hier vandaan een rondje fietsen. Ja. En dan is dat, pakken ze toch, ze kunnen de brug pakken. Maar de meesten pakken toch het pontje, dat het ja, een beetje nostalgie is. De vice versa, ja. Ja, ja, het is een heel mooi pontje. Maar dat is van Batenburg ook. Ja, al die voetveertjes hebben iets romantisch. Iets kneuterigs ook wel, maar iets romantisch ook wel. Iets. Toeristen en recreanten vinden dat over het algemeen heel erg leuk. Ja, zeker. Zeker. Ja, je gaat toch voor zo'n ding over, echt hoor. Ja. Dat gaat eeuwen terug. Want Ravenstein is een stad en die wilde zijn verbinding natuurlijk hebben met het ommeland. En dat pontje hier over de Maas, dat is er al heel lang. Er is zelfs een wrak van een oude roeiboot gevonden hier in de buurt. Waarvan men verwacht, dat weten ze niet zeker, dat die een veerverbinding heeft onderhouden met de overkant van de Maas. Ja. Nou, het stopte omdat Rijkswaterstaat het nodig vond om een brug hier overheen te leggen. Niet alleen Rijkswaterstaat, dat wilde de gemeente in de omgeving ook wel, hoor. Dus er was eigenlijk geen aanleiding meer om het pontje in de vaart te houden. Want het verkeer ging natuurlijk over de brug. Ja, maar toen was het natuurlijk een autoveer ook. Kijk, en nou hebben wij... We nemen wel een brommetje mee, maar dat is eigenlijk ook het maximum wat wij kunnen hebben. Dit is fiets, voetveer. Hier mag de 12 op nou. Maximaal 12. Wij zijn hier aan de oever van een machtige rivier. De andere oever is daar ginds en deze hier is hier. De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant. Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland. De brug kwam en het pont ging. En het pont ging wel op een hele leuke manier. We hebben hier in Ravenstein een stamtafel. En dat zijn hele ondernemende mensen. En die hebben op de laatste avond van het pontje... hebben ze dokter Anders P. uitgenodigd om met een piano voor de stuurhut... en die heeft vanaf 8 uur tot 12 uur, geloof ik dat het was... hebben ze hem gevraagd van wilt u spelen, heen en weer, het liedje heen en weer. En dat heeft hij de hele avond gedaan voor 2 flesjes jenever. En ze konden hem horizontaal op middernacht afvoeren naar een of andere verblijfsaccommodatie. Heen en weer, heen en weer, heen en weer, heen en weer. Ik denk dat wij met 6 of 7 vrijwillige schippers zijn en dan de vrijwillige kaartverkopers. Dus het is een hele organisatie. Ja, het kan wat betaald, maar dat zal het pontje niet kunnen, denk ik. Want ja, van die 1,5 man die wij overzetten, als het slecht weer is, dan hebben we wel eens dat we met 2, 3 man naar huis kunnen. Van 's morgens 10 tot 6. Nou, dan duurt het daar lang, hoor, dat zeg ik wel. Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer. Heen en weer. Het rivierengebied moet meer op de kaart komen. Er worden routes gemaakt. En die veerponten die vervullen een essentiële functie natuurlijk in die routes. Er wordt natuurontwikkeling toegepast. Er gebeurt een hele hoop aan ondernemerschap. Solex verhuur, theetuinen, bed and breakfast, allerlei verblijfsrecreatie vindt hier plaats. En neemt ook nog steeds toe. Behalve het toeristisch-recreatieve verhaal is er ook het natuurverhaal. Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, gaan langs de Maas een hele hoop natuur aanleggen. Daar zijn ze al druk mee bezig. Oevers die worden natuurvriendelijker. Er worden nevengeulen aangelegd. Er is hier ook een voorbeeld van. Nou, dat zijn allemaal prachtige ontwikkelingen die de recreant
optimaal moet gaan beleven, vinden wij als lokale overheid? Nou, er zijn een vleetje hier gegaan. We hebben toch een kleine 10.000 gasten overgezet op jaarbasis. Ik vond het nog niet zo gek voor deze keer. Heen en weer. 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 Nee, het is geen makkelijk schip om mee te varen. Nee. Daar ligt nogal oog op het water. Weinig achteruit, dus je moet eigenlijk zachtjes aan aanleggen en dan waaien we weg. Maar ja, aldoende leert men.